Thea wil wel helpen! Hey! Hoi Thea! Hey mensen! Hey! Hup! Box! Hoe is het met jou goed, dan? Goed! Hey, wat ga je doen? Ik ga dus... Stop even. Wat ga je doen? Ik ga dus... fotograferen. Wat leuk! Mag ik wat foto's zien? Jawel. Oh, prachtig zeg. Waar kan jij dat goed? Ja. Zou je mij dat ook willen leren? Jawel. Ja? Jawel. Wil jij dan Thea een keer helpen? Jawel, ik wil jou wel een keer helpen, Thea. Renze helpt. Thea! Ik ga met je mee. Waar ga je heen? Die kant op. Oké. Okay. Even uitkijken. We mogen heel snel hoor, maar ik ga gewoon mee rennen. Hé, hey, maar wat fotografeer je allemaal dan? Een deel van de natuur. Oké, okay, ja, de natuur, dat heb ik ook een keer gedaan, maar dat was wel heel mooi. En ook bloemen, planten, al die dingen meer. Oké. Okay. Dan sta je dus hier en dan probeer je dus... wat bomen in de lucht te gaan fotograferen en dan is het, geeft het een heel mooi effect. Oké. Okay. Bomen en de lucht. En daar ook. Hé, hey, en moet je dan ook op het licht letten en zo? Ja. Want je kan niet tegen de zon in. Nee, maar dat klopt ook wel, want je moet dan wel... Goed balans hebben om te kijken waar je dat, hoe je dat wilt doen. Oké, okay, ja, want met fotograferen moet je eigenlijk vooral heel ja, goed kijken, hè? Dat klopt. En ook de schoonheid zien. Ja. Maar je hebt al hele mooie foto's laten zien, inderdaad. Ja. Ah, en dan denk ik, nou, dat kan ik nooit zo mooi. Maar jij zegt gewoon doen. Ja, je moet het gewoon... Je moet het gewoon kunnen blijven doen. Proberen het juiste licht te vinden. Oké, okay, welke kant gaan we op? Gaan we hier? Ja. Ja. Maar ik vind dit ook wel een heel mooi stukje waar we nu lopen hoor. Maar jij zou dan bijvoorbeeld hier? Ja. Zo. Ja. En dan ga je zo? Ga je een foto maken? Ja. Dat is een heel goed idee, want zo ziet de boom er heel anders uit. Ja, dat het hier ook een beetje hobbelig is. Ja. Dat is ook een uitdaging. Nou, dat lijkt mij ook. Dit is echt een uitdaging van toch proberen. Als je hier wel vast blijft zitten, wat ga je dan doen? Nou, dan rust ik even uit en dan kom ik er vanzelf weer uit. Oké, of ga je daar heel hard roepen? Nee. Help! Nee. Nee? Nee, nee. Hé, maar dan moet je ook een foto maken, want we zijn wel gezellig aan het kletsen, maar we zouden fotograferen. Ja, dus dat gaan we dus nu doen. Nu? En wat ga je fotograferen dan? Dat cirkeltje. Oké. De bomen. Ja. De bomen geven zuurstof ja, aan de grond, zodat ze dus kunnen groeien. Ja, de zuurstof is heel belangrijk. Ja, net zo belangrijk als bij een mens. Is het niet zo dat wij zuurstof inademen en koolstof uit? Ja. En bomen hebben juist de koolstof nodig. En die geven dan weer zuurstof? Ja, voor de grond. Dus wij kunnen niet zonder de bomen. En de bomen kunnen niet zonder de mensen.
Ja, en dan heb je hier bijvoorbeeld varens, wat je dus ook heel mooi ook van dichtbij kunt fotograferen. Ja. Dan gaan we dus zo. Ja. En dan gaan we dus. Oké. Zo. Ja. En maak je daar ook wel eens foto's van die huizen? Jawel. Ja. Kijk, Thea, dat stuk. Als ik hier sta. Ja. Als ik hier. Precies hier? Ja. Ja. Dan pak je de telefoon en dan ga je dus kijken waar die, dan heb je die sloot. Kijk, en als je goed kijkt, Thea, ja, dan zie jij verschillende planten in het water. Ja, maar dat... Dat moet ook wel, want ja, het is namelijk ook een zuurstof... Er zit zuurstof in het water. Ja. Voor de planten. Dan ga je toch heel anders kijken naar de natuur, hè? Ja, dat is het doel ook. Ja. En dan zie je ook echt eens een keer andere, iets anders dan dit. Ja. Dan heb je er ook een andere kijk op. Want corona, dat is een griep en die kennen wij nog niet. Daarom moet je binnen blijven om dat virus te verdrijven. Heb je soms een zere keel, wordt het allemaal wat te veel. Blijf dan in je warme bed, zorg dat je niemand daarmee besmet. Want corona, dat is een griep. En die kennen wij nog niet. Daarom moet je binnen blijven om dat virus te verdrijven. Doei! Thea is trots! Wil je nou ook dat ik jou een keer kom helpen? Zeg het vooral tegen de begeleiding. Doei!